De effecten van de klimaatcrisis wereldwijd zijn ook te merken in Suriname. Deze gaan gepaard met enorm hoge kosten. President Chandrika Prasad Santokhi gaf gisteren een uiteenzetting van de maatregelen die getroffen zullen worden om uit de crisis te geraken. Het staatshoofd geeft verder aan dat al deze zaken invloed hebben op het herstel dat voor het land was uitgezet en het stabiliseren van de economie en de koers. En natuurlijk kijkt een ieder uit naar wat het beleid is van de regering. Laten we alles, gooien we alles open. Laten we alles conform de internationale marktontwikkeling plaatsvinden in Suriname. Wat is dan de impact? En dan zullen we inderdaad tot de conclusie komen dat het niet draaglijk zou zijn voor de Surinaamse samenleving. Dus je moet als regering enerzijds met goed beleid die importinflatie zien op te vangen. Je moet ook als regering jouw begroting zien bij te stellen. Je moet ook als regering ook met IMF jouw programma zien bij te stellen. En de andere kant moet je ook beschermde maatregelen treffen naar de samenleving. Toen soms inderdaad conflicterend. Soms inderdaad dat je in een dilemma komt. Want inderdaad is een van de onderdelen van het IMF-programma afbouwen van je subsidie. En hoe bouw je subsidie af terwijl de wereldmarktprijs van olie en gas toeneemt, met name voor Suriname olie, toeneemt op zodanige wijze dat nu, als we inderdaad conform de internationale olieprijzen zouden handelen, de prijzen ver boven de 30 SRD zou liggen per liter brandstof. De regering zal daarom de subsidie op met name dieselbrandstof afbouwen en overstappen op subjectsubsidie. Dit zal ervoor zorgen dat de brandstofprijs niet verder omhoog wordt geduwd. We hebben subsidie geïnitieerd voor brandstof, ook voor kookgas. En uiteraard zijn nog andere subsidie, die bestaande subsidie nog gaande bij heel wat sectoren. En voor wat betreft de brandstof kan ik u wel zeggen dat de situatie voor ons als regering onhoudbaar wordt. En dat dus subsidie op dit moment bedraagt bijna in de buurt van 400 miljoen SRD per maand. En dat drukt heel, heel zwaar op ons budget. We zijn toch in staat geweest, ondanks deze crisis, om aan de ambtenaren een loonsverhoging te geven van 25%. En er zijn nog groepen die nog in onderhandelingen zijn om ook hun wat extra toelages te geven. De brandstofsubsidie zal gefaseerd worden afgebouwd. Ook komen er speciale verkooppunten van brandstof voor de hout- en goudsector, terwijl de smokkel naar de buurlanden zal worden aangepakt.